En jij bent begonnen als danseres. Ja. Wat was jouw eerste grote klus? Lee Towers. De Lee Towers Tour door Nederland. Echt waar? Superleuk. Ik kan me niet voorstellen dat Lee Towers danseressen heeft of zo. Ja, maar dat was zo. En ik weet nog precies, joh, het was mijn grote droom, hè, om gewoon überhaupt op het podium te staan en te dansen. Ja. Dansen was mijn allergrootste droom. En ik had een... Ja, dat is een foto van jou, Wendy. Ja, met de hele crew. Klopt. En ik weet nog gewoon mijn beginpositie. Mag ik dat doen? Ja, zeker. Dit was mijn beginpositie. Echt waar, bij Lee Towers. Ik zat nooit meer vergeten. Maar hoe en, ik had en ik had een cd op mijn hoofd. En toen deden we dit. En zo begon het. En we hadden ook uit de coulisse, deden we die. Thunder, lightning, weet je wel die? Maar, the way you love me is right. Maar doe je dit nog thuis? Ik ga jou meer drank geven. Maar dit... Er zijn allemaal gekke dingen ineens. Ik ga ook wat drinken zometeen. Maar want op een gegeven moment ging je dansen bij Hathaway. Want dat was toen, voor de mensen die kennen, dat was dan de Usher van zijn tijd. Dat was echt, toen best wel groot. Ja. We hebben een klein fragment van jou toen die tijd in Hathaway met Hathaway. Ik moet het gewoon zeggen. Jij was echt lekker. En niet dat je nu niet lekker bent, maar ik werk met jouw man, dus ik kan het niet zeggen. Maar toen jij niet met hem ging, je was wel spannend, hoor. Hey, als ik jou had gezien, ik was gegaan op jou, hoor. Serieus.